Mich jedoch. Goed, ik hoor dat Ted nog even op een klein kamertje zit. We beginnen met Rob Visser. Rob Visser uit Katwijk. 32 jaar, circa 140 kilogram. Deelnemer van de sterkste man in Nederland. Europees kampioen vrij Amerikaans worstelen in 90 en 91. Het tweede bij de wereldkampioenschappen. Vierde bij Superman van Noord-Nederland die vorige week gehouden is. Ted slaan we even open, want die is er inmiddels wel. Ted van der Parre, de reus uit Vlaardingen. 35 jaar, winnaar sterkste man Noord-Nederland vorig jaar. Superman van Nederland in 89, 90 en 91. Sterkste man van Nederland 1991. Ted moet in september voor de sterkste man van de wereld, daar is hij absoluut een kans hebben voor. Gerben Erfman. 33 jaar, 130 kilo. Vorig jaar moest hij Ted voorlaten. Hij is vastbesloten dit jaar de eerste plaats te halen. Tweede sterkste man van Friesland. Fries kampioen vrachtwagentrekker. Ron Brewer. 30 jaar. Circa 110 kilo. Tweede sterkste man, Kennemerland 83. Tijdje er dus uit geweest. Toen weer begonnen. Zesde sterkste man van Noord-Holland in 1990. Dat was het zo'n beetje. Nee, ook vijfde sterkste man Harlingen vorig jaar. Even kijken. Theo Berkelaar. Theo Berkelaar uit Zegsveld. 32 jaar. Sterkste man van Lunteren. Zesde bij de Superman vorige week. Man weegt schoon aan de haak 114 kilo. Dan krijgen we Simon Sikkens. Het monster van Merens. 30 jaar oud, 120 kilo. Driemaal tweede bij de Zuidwesten. En eenmaal winnaar van de Zuidwesten. Piet Flikkert. Piet Flikkert uit Ouddorp, 27 jaar, 135 kilo. In 88 en 89 sterkste man van Overflakke. 89 sterkste man van Ouddorp. En in 88 is hij ook nog sterkste man van Tunis geweest. Dan gaan we verder met Ton Tunter uit Rotterdam. 29 jaar, circa 130 kilo. Sterkste man van Rotterdam in 86. Vijfvoudig Nederlands kampioen powerlifter tot de 110 kilo. Vorige week zevende in Alkmaar bij de Superman. Dan krijgen we Fred Scholten, de plaatselijke favoriet. Fred, één boog gezelligheid van 118 kilo. Vijfde bij de sterkste man van Noord-Nederland in 88. Vierde in 89. Vierde bij de sterkste man in Harlingen in 1990. En vorige week moest hij helaas genoegen nemen met de laatste plaats. De achtste plaats in Alkmaar. Bouke Posma. Ook een man van Friese bodem. 100 kilo schoon aan de haak. Een van de lichtere deelnemers. Tweede bij de sterkste man van Harkema in 1990. Derde bij de sterkste man van Friesland in 1990. Laatste Nicolai. Ook een man van Friese afkomst. Laatste Nicolai uit Harkema. Sterkste man 86 en 89 van Harkema. Winnaar van Acht Karspelen en omstreken. Ja, en omstreken. Vierde bij Friesland. Zevende van Noord-Nederland vorig jaar. Hij is vorig jaar ook het sterkste man van het VIP-podium geweest. En dan moet je aan krachtonderdelen denken. We hebben Paul Smeets uit Alkmaar. 128 kilo zwaar. Met de sterkste man van Nederland bezette hij de zevende plaats. Ermelo de Highland Games met die zesde. Sterkste politieman van 1990. Hij bekeurt niet, hij gooit gooi auto. Tweede bij Superman in Alkmaar. Nonko Bos, 38 jaar. Fanclub is er ook. 115 kilo. Sterkste man Noord-Nederland. Even kijken. Nee, dit komt niet goed. Sterkste man van Groningen voor een paar weken geleden. In 1991 was hij sterkste man van Bourtange. En in 89 sterkste man van Stadskanaal. Dan hebben we nu iemand die heeft er niet specifiek voor getraind, maar die heeft zijn opgegeven. Dat is Gerrit Korteland. 28 jaar uit Monster.
spreekt het te veel. Groningen 1991, vijfde plaats. In Delft eerste plaats dit jaar. En in Gouda vorig jaar ook de eerste plaats. Goed, als de deelnemers nu even op willen gaan warmen, gaan we met 10 minuten beginnen met het vrachtwagentrek. Er is trouwens iets leuks mee. Theo, zet hem op, jong.
27 seconden en 34 honds. Tot op heden de snelste tijd. Nicolai is 30 seconden en 54 per 100. En dit onderdeel is een eerste prijs uitgeloofd van 100 gulden. Even kijken door de sponsor dat gedaan is. Dat is uitgeloofd door het Paardenhuis in Onderhof. Als er iemand graag moet worden de snelste tijd van vandaag is het deze man. Hij heeft er ook een behoorlijke spoed in. Hij blijft op een zeer spoedige duiken. Toch maar het lijkt op een blessure. Het is inderdaad een gruwelijk snelle tijd. 21 seconden en 71 honderdste. Vorige week nog vierde bij de Superman aan Nederland. Kijk erop,
dat de rand de auto niet wegrijdt. Nee, helaas. Erfman, gereed houden. De volgende deelnemer is Loen Kobos uit Pekela. De tijd van Loenke Bos is 28 seconden en 98 honderdste. De volgende deelnemer. De tijd van Gerben Erfman is 24 seconden en 84 honderdste. Helaas hoorde ik net dat Ted van der Parre bij de dokter geweest is en die is uit de race, die heeft een zweepslag. Jammer, maar het is niet anders. Zikkens, het monster uit Merms. Tweede bij de Friese kampioenschap van vrachtwagentrek vorig jaar.
tijd van Simon Sikkers is een goede tijd, 25 seconden en 7 grond. We gaan verder met de laatste deelnemer, Tom Tudor, gecoacht door Sue Bilsen, bij velen van u waarschijnlijk wel bekend. Nederlands kampioen powerlifter, powerlifter boven de 125 kilo. Sue had zijn eigen opgegeven voor deze wedstrijd, maar helaas is ook Sue geblesseerd. Zulke dingen komen gewoon voor in de sport. Maar hij begeleidt wel Tom Tudor vandaag. Tutor is 26 seconden en 7 begonnen. We gaan nu even kijken hoe de tijden liggen voor de puntentelling. We komen met een paar minuten bij u terug voor de einduitslag van het eerste onderdeel. Dank u. Nummer 1 is de helaas geblesseerde Ted van der Paarden. Nummer 2 is Fred Scholten. Nummer 3 is Gerben Erfman. Nummer 4 is Simon Sikkers. Nummer 5 is Tom Tutor. Nummer 6 is Gerrit Korteland. Nummer 7, Paul Smeets. Nummer 8, Nonko Bos. Nummer 9, Bauke Posma. Nummer 10, Piet Flikwer. Nummer 11, Theo Berkelaar. 12 is Rob Visser. 13 is Waatse Nicolai. En Ron Brewer is 14 geworden. Die kreeg de wagen helaas helemaal niet weg. En 50 gulden. De derde, wie was de derde ook alweer? Die was 3. Gerben Erfman. Gerben Erfman, er staat hier een doos AA op jou te wachten. Gerben Erfman. Monster uit Leeuwarden. Daar komt de man. Moet ik hem voor je naar de auto dragen of kan je het zelf? Het lukt. Zwaar, maar het lukt. Okay. Willen de heren deelnemers zich voor gaan bereiden op het volgende onderdeel? Ja. Bij het onderdeel dubbelpress is het doel 1 minuut tijd zo vaak mogelijk de dubbels uit te stoten. Maar hey, broodjes. Kom ze van ring uit. Ik kan u verzekeren dat dit verschrikkelijk zwaar is. Wat? Volgens staat het zelfs de rustpauze in, heel verstandig, en dan zo meteen in de laatste 15 seconden waarschijnlijk nog proberen om een paar keer uit te stoten. Kom op,
mensen, moedig hem aan, want dit is ontzettend zwaar. Doei. Mensen, moedig maar, dit is verschrikkelijk. Kom op, Paul, zet hem op. Zwaar is, want Waartse Nicola is toch niet de eerste beste. Het is echt moordend. Ron, neem even een korte pauze.
Oh,
Kom op. Kom op. Kom op. Hap in. Dan gaat de laatste deel naar de verzuiloving. Kom op. Kom op, Fred. Zet op, jongen. Alles uit de kast. Zes. Met je benen. Zes. Met je benen. Kom op. Zeven. Kom op met je benen. Acht. Kom op. Negen, kom op, binnen, tien, kom op, binnen, elf, kom op. Dan kan je afvragen wie de moeier is, want dan kan je de slag. Kom op, 13, kom op, 13, rust, kom op, pas, kom op, kom op, Fred. Kom op, jongen. Drie keer zit er nog in, kom op. Kom op! Hé, hey, hop! Hop! Hey, je benen! Kom op! Kom op! Hop! Hey, je benen! Hey, kom op! Ja! Hey, je benen! Kom op! Hey, je benen! Kom op! 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 Erfman. Op de tweede plaats Ron Brewer met 16 maal. Op de derde plaats is een ex-equo, drie personen. Dat is Paul Smeets, Ton Tuter en Fred Scholten. De zesde plaats is Theo Berkelaar met 14 keer. Zevende is Rob Visser met 13 keer. Achtste is Piet Flikkert met 10 keer. Negende is Bauke Posma met 8 keer. Tiende is Nonko Bos met 6 keer. 6 keer meer dan dat hij zelf gedacht had, denk ik. Elfde is Simon Sikkers met 5 keer. Twaalfde is Waatse Nicolai met 1 keer. En Gerrit Korteland is 13e geworden, helaas, met 0 maal. Over 5 minuten gaan we starten met het volgende onderdeel, de Timberwalk. De eerste 20 meter zitten erop. Nou, we hebben proberen 20 meter terug te komen. Dat is ook makkelijk voor de mensen die in terug moeten rijden. Eerste ronde van 44 meter zit erop. Kom op, Theo, zet hem op, jong. Een 60 meter. 66 meter. Op Theo bijten en blijven gaan. Bij dit onderdeel hebben de deelnemers ook ontzettend snel afgezuurde beenspieren. De deelnemer is Paul Smeets. Klaar houden Waatse Nicolai. En Bouke is daarna dus ook niet aan het slaap vallen. Afstand die Theo gelopen heeft is 71 meter en 88 centimeter. Paul, zeer grote afstand achter kunnen leggen. In zijn poging om over de 71 meter 88 centimeter van Theo heen te gaan.
zeer geconcentreerd. Kom op, Paul. We weten dat je het kan. Doorbijten. Je bent bijna aan de eerste 44 meter toe. Nu het tweede rondje. Kom op, mensen, moedig hem aan. Het is race. Oké, nog stukken in de eerste plaats. Kom. Paul, gaat ontzettend goed. Met een beetje bijtwerk kom je op 88 meter. Goed gehouden zijn, Paul. Mooi, mooie afstand. Deelnemer is Waartse Nicolai. De afstand van Paul Smeets was 86 meter en 30 centimeter. De volgende deelnemer is Waartse Nicolai, klaarmaker Bouke Posma. Alle twee mensen uit Friesland. Waartse moet geacht worden om toch ook een behoorlijk afstand met deze tippers te kunnen lopen. Kom op, Waartse, bijten en blijven gaan. Waartse heeft de tempo er goed in zitten. De eerste 44 meter zitten erop. Kom mensen, laat jullie horen. Kom maar, zit je kracht verder. Dit is jouw onderdeel. Kom maar, kom maar. Mooie afstand, Bas. De afstand van Waartse Nicolai is 73 meter en 55 centimeter. Daar gaat Bouke. Bouke heeft een zeer hoog tempo. Het is ook heel belangrijk, want het komt hoofdzakelijk de kracht in de handen aan. Dus hoe sneller je loopt, hoe groter de afstand kan zijn. Gekoost door Seijer van de Veen, een liefhebber van paarden. Man zou het liefst een paard zien in elk onderdeel. Kom, Bouke, blijf lopen, jong. Kom op, Bouke. Kijk op. Helaas. 67. Je ziet de scheidsrechter is zeer alert. Waar ze vallen, daar wordt de afstand gemeten. Niet waar ze heen schuiven. Volgende deelnemer is Rob Visser, gereedhouder Ron Breuer. Bouke Post. Maar heeft een afstand afgelegd van 68 meter. 68 meter. Dan gaat erop voor zijn poging. Kom op.
is jammer. Het leek wel in één keer oprond, hè? Kon ze niet vasthouden. Volgende deelnemer Ron Breeuwen, greenhouder Gerrit Korteland. Het ging glijden. Gaat nu proberen om er iets beters van te maken. Kom op, Ron. En tempo maken, Ron. Gaat goed, Ron. De eerste bocht is gerond. Dat is 44 meter. We gaan verder met een tweede rondje. Kom op, Ron. Moedig hem aan, mensen. Kom op, Ron. Bijten. Kom op, Ron. Kom op, stoorzak. Volgende deelnemer is Gerrit Korteland, gereedhouder Nomco Bos. De afstand van Ron is 64 meter en 55 centimeter. Gerrit Korteland is de coach van Bert van der Parre. Daar is het afval. Afval! Ik hoor op dit moment dat het net omgekeerd is. Op dit moment Bert. Gerrit Korteland. Op zit op stoel. Op Gerrit, blijf vechten, jongen. Neem een voorhand en je meester. Afstand 45 meter en 18 centimeter. De volgende deelnemer is Nomco Bos. Gereedhouder Gerben Erfman. Dat is een korte afstand. Wees eens uit je handen. Kom, kom. We hebben er nog net een foto van kunnen maken met de grote Piet Flinkwart. Helaas, helaas. Nomco heeft een afstand van 4,70. Gerben Erfman, een man die op dit moment hoog staat, weet wat hij doen moet. Kom op, Kevin, stel, hij is geboden. Goed zo, kom op. Prima, Kevin. Hij nog in de rond. Kom op.
Moedig hem aan, mensen. De onderste bal op de grond. Helaas, helaas. Helaas, Pindakaas. De afstand van Gerben Erfman is 71 meter en 35 centimeter. De volgende deelnemer is Simon Zikkers. Hij heeft een zeer hoog tempo. Als je dit zo ziet, lijkt het of het de man geen enkele moeite kost. Kom Simon, blijf er gaan, jongen. Dit is jouw onderdeel. Kom op, kom Simon, en kan verder. Je kan makkelijk twee rondjes lopen, Simon, met die dingen. De vrouw heeft ook altijd een zware boodschappentas. Kom op, Simon, op naar de 100 met dat ding. Simon, loop hem door. Oh, jammer, maar wel de verste afstand vandaag. Grote klas. Friesland, die het hoogtij. Simon heeft 98 meter en 93 centimeter afgelegd met deze. Goedendag, meneer Bouwknecht. Daar is Tom onderweg voor zijn race tegen de meters. De afstand is 12 meter en 70 centimeter. Let staat klaar om zijn race te beginnen. Is 31 meter. We gaan verder met Piet Frikkert, de laatste op dit onderwerp. Inmiddels is Piet Frikkert van start gegaan. Ik heb zijn hart eruit.
afstand van Piet Flinker is 60 meter en 80 centimeter. Op 25 minuten zijn we bij de kruis. Gerrit Koerland zet in op 90 kilo. Inhouden Simon Sikkers. Dat ging heel makkelijk. Simon Sikkers op dit onderdeel toch een beetje het nadeel wegens zijn lengte. Maar heeft er toch weinig problemen. Maar op, hè. Zet hem op, hè. Nee, nee, nee. Ja, kom op. Kom op, plaatsen. Hij kan makkelijk op. Op je kop en dan omhoog. En uitstoten. Ja. Oké. Kom. Hierop! Kom op, de laatste stukje kan niet zo moeilijk zijn. Juist! Het kwam onderuit. Kom op! Schouder. 100 kilo. Kom op, Tom. Hoofdleggen, uitstoken kan geen probleem zijn. Fred Scholten met 110 kilo. Hop, zakken! Hop, Fred, hè? Hop, zakken! Hop, zakken! Hij komt eruit! En nu doen we het! Hop, zakken! Hop, zakken! Hop, zakken! Handtekeningen naar de wedstrijd. Ja, vier? Ja, dat is het. Vier, dat is zoveel. Kom op, Paul. Kom mee! 125. Ja. Je hebt nog 10 beurten. Waarom begon ik het hier met je? Voorleggie. Kom op, Paul, hij zit erin. Kom op. Kom op. Goede beurt. Toch 125 kilo's. Kom op. Ja, kom op. Kom op, Rob. Kom op. Oké, daar is het. Even stilstaan. Concentreren. Ja, kom op. Kom op. Kom op. Kom op. Kom op. Kom op. Niet opgeven, hè. Rob. Rob. Kom op nou! Gooi hem! Ga je nog verder op of stop? Hij probeert het nog een keer. Kom op, hè! Maar, kom op! Wat is dat? Kom op! Dat kunnen ze goed gebruiken. Kom op! 140 voor Gerben.
Gerben. Antje, je mag weer. Even een koffie. De pannensterkste man van Nederland. Kom op, hè. Ga uit je benen, zegt Ted Gerben. Kom op. Kom op. We hadden het hier waarschijnlijk niet nog een keer. Dit moet 100 halen, hè? Mooi. Je zit. En hij stoot de kop. Makkie Donko. Stilstaan en zet aan. Je ziet het, de scheidsrechter. Keurig goed. Zo. Hier. Doe de voeten, hè? Doe de voeten mooi. Kom op. Kom op. Kom op. Kom op. Oh, geweldig. Klasse. Voor Simon Sikkers. Kom op, hè. Doe je kop en dan vangen die aan. Kom op. Doe weer een ander, hè. Kom op. Kop. Mooi. Ja. Hele boord, hele boord. Kom op. Kom op. Ja. Zo kennen we hier weer. Vechten tot bitter einde. Ja, stil beter. Ja, maar dat maakt niet. Twee, op. Hard, heel mooi. Man, wat een gemak. Dat kan veel zwaarder. De Zweden heeft een kisten of pijls nodig. Open naar Oosterwolde. Kom. Die tijd. Wouter, Osma, we hebben de sterkste man van Friesland dit jaar. Goede poging. Met 110. Gereed hadden voor 115 Ron Brewer. Computer en Fred Schulter. Deze ronde de beurt over. Voor! Kom op! 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 Ja, kom op! Kom op, nou, het is maar een ijzeren stap, joh. Kom op! Kom op, Brad! Kom op, Paul! Kom op! Kom op, Paul! Kom op, Paul, juist! Oké, okay. Dat is heel strak. Kom op, laatste 110 eruit. Goede poging.
voor Nobo. Ja? Ja? Kom op. Ik ben wel lekker onder. Kom op. En op hollen, hè? Kom op. Zin en op hollen. Kom op, Simon. Kom op. Kom op. Ja. Dat laatste tankje nog even. Hop. Kom! Stop! 1, 2, 3, 4, 5! Hé, daar gaat je boos aan! Thank you.
Kom op, die moet je maar. Blijf staan en je benen erbij nou. Kom op, alles! Helaas, ook Theo strandt op 110 kilo. Kom op, mama. Ja! 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 Met 110 kilo. Wat dan kom? Op, kom 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 op, Ron. Ja. Tom Dunker.
onderweg. Ja. Bouke Posma is vijfde geworden. Gederd met Fred Scholten. En Piet Flikkert. Dus drie mensen op de vijfde plaats. Rob Visser en Theo Berkelaar zijn op de zesde plaats zijnde, deel 60. Waartse Nicolai en Simon Sikkers en Nomko Bos zijn gedeeld 70 geworden. Achtste is Gerrit Kortland, laatste op dit onderdeel. Ja, hoe is het?
Later, jongen. Come on, achterover helpen. Hup, kom op.
Kom op! Hey. Snelheid. Ja, ja. Ja, ja.
Come on!
Smits, 44-56 bij Fons. En de tijd van Gerben is 53-83. We zijn het team bij de voor de Maasholder. Die nadenkt. Dus Waartse Nicolai is 11 geworden, die valt er buiten. Waartse gefeliciteerd met de 11 plek. Ja, de dames hebben het opgeteld. Dus. Die zijn allemaal uitgevallen. Als niet. Sorry, ik maak een fout. Nonke Bos is 12 geworden. Op de 11e plaats is Waartse Nicolai geëindigd. En op de 10e Piet Flikbert. Die wou ik even hier. Ja, sorry. Gefeliciteerd met je 10e plek. Ja, dankjewel. Kijk eens, aandringen. Hartstikke bedankt. Bedankt. Tot ziens. Oh, kom maar. En dan moet je voor de vloer dan. Op de 9e plaats is eigenlijk Ron Breeuwen. Ja. Maar die is er niet, dus dat moet Fred maar even over handen gaan. Dan. Ja, spreek Ron wel binnenkort. Ja. Prima. Met 39,5 punten. Op de 8e plaats is eindig Gerk Korteland. Gerk Korteland met 43 punten. Van haar was helemaal voorbereid en toch 8e geworden. Op de 7e plaats is eindig Bouke Borsma met 48 punten. Bouke van harte. En een mooie bodybuilder. Op de 6e plaats is eindigd Theo Berkelaar met 50,5 punten. Gefeliciteerd met de 50 punten. En een alsjeblieft. Wacht even, jij hebt een verkeerde. Hallo? Theo, jij hebt een verkeerd nummertje. Mooi wel, man. Nee, werk maar 6, nee, is prima, Jokie. Nee, niks. Op de 5e plaats Simon Sikkers met 52 punten. Laat Simon. Goed gepasseerd. Kijk eens, voor mijn trofeeënkast. Op de 4e plaats, hij kon het net niet redden, Fred Schonden met 56 punten. Van harte, ja. Dank je wel. Op de 3e plaats met 59 punten, Gerben Erfman. Gerben, van harte. De beker en de 3e thuis. Nee, ik ga door de deksel zitten los. Op de 2e plaats, Tom Tuten met 62 punten. Hartstikke goed, Tom. Hartelijk gefeliciteerd. Beker voor jou. En de 2e prijs. En ja, er blijft maar eenmaal over. Dat is Paul Smeets. Winnaar met 71,5 punt. Hartelijk gefeliciteerd. Hier is de prijs, de beker en de wisselbokaal. Dus we wachten eigenlijk gewoon dat hij volgend jaar weer komt. Terug voor jullie. Ja, vaker ook. Omhoog die beker, jongen. Prima. Nou, alle deuren, hartelijk bedankt. Ook alle medewerkers. En tot volgend jaar.